Goedenavond. Ik denk dat ik live ben, maar ik ben ook even mezelf aan het opzoeken. Dat wil nog niet helemaal lukken. Oh ja, wacht. Volgens mij heb ik mezelf gevonden. Ja, hoi hoi, goeie avond allemaal. Ja, volgens mij heb ik alles goed staan nu. Ja, papier is mooi, hè? Is het nieuwe, een van de nieuwe lijnen van Prima Marketing. Ik heb dan hier in de Moment. En dan heb je ook nog de Bohemian Heart. Ja, lang geleden, Monique. Ja, ik moet er zelf ook nog steeds aan wennen, hoor. Dat ik minder live ben. En volgens mij had ik tussendoor nog wel een keer live gemoeten. Maar dat ging me niet lukken. En ja, ik mis het wel, hoor. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. En ik ben nog steeds heel hard aan het werk om een goede balans te vinden in gezin, hobby en ja, ook de lives. Hé, hey Marie-Louise. Dus ja, het gaat steeds beter, moet ik zeggen. Maar ja, ik mis de lives wel ontzettend. Dat moet ik wel heel eerlijk toegeven. Ja, ik mis ze zelf ook. Maar ja, komt goed, komt goed. We blijven eraan werken. En ik blijf natuurlijk sowieso ja, gemiddeld 2-3 keer per maand live gaan. En tenminste, dat is wel mijn streven. En alles wat ik dan extra zou doen, omdat ik of ik het leuk vind, of omdat ik iemand overneem, of wat dan ook. Ja, dat is dan mooi meegenomen. Maar goed, beter iets als niets, toch? Maar goed, wel leuk om te horen dat jullie me missen. Nou ja, ik heb net even gewoon mijn kopje koffie achterover geslagen. Want ik ken dat. Tijdens de live dan laat ik dat toch weer koud worden. Dan beginnen jullie weer te gillen dat ik mijn koffie op moet drinken. Dus goeie avond. Gezellig dat jullie allemaal meekijken. Nou, ik hoop dat jullie me allemaal goed kunnen horen. Volgens mij is het beeld en geluid prima. Maar ze zijn hier ontzettend aan het vuurwerk afsteken. En volgens mij is het hier in de straat of een straat erachter met gillende kindjes en weet ik het allemaal wel. En, dus ik hoop dat dat niet al te veel hinder geeft. Ja, ik mis jullie ook. Ik moet echt... ja, ik ben ook echt wel... water naar beneden. Ik ben echt nog wel op zoek naar een ritme en... ja, ik snap het ergens wel, maar ja, met dat vuurwerk, maar ja, soms is het wel lastig. Dan denk ik, hé, waarom net nu? Gewoon niet doen. Maar maakt niet uit. We gaan lekker beginnen. Ik ga dus lekker aan de slag met de In The Moment collectie van Prima Marketing. En ik had weer eens een error met wat ik wilde doen. En dan krijg ik 1001 ideeën en dan weet ik het niet meer. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon lekker kliederen. Dus ik heb een van de vellen uit deze serie. Nou, de kaft van, of de voorkant van het papier heeft altijd nog leuke... dat doet Prima Marketing eigenlijk altijd, van die leuke knipelementjes. Of ik die vandaag ga gebruiken, weet ik niet. Maar goed, die heb ik altijd natuurlijk nog zo uitgeknipt. Dus nou, ik zal even snel door het papier heen gaan. Dubbelzijdig, dus eigenlijk altijd goed. En even kijken. 6 designs zitten erin. Mooie houtstructuur met een scriptje. Altijd goed natuurlijk. Volgens mij heb ik hem op zijn kop, maar doe maar even. Nou, deze ga ik vandaag gebruiken. Dus daar heb ik er maar één van nu. Ja, ik heb hem op zijn kop, zie je wel. Dat is echt weer iets voor mij. Om daar gewoon niet naar te kijken. Nou, het leuke, op sommige strips staan bijvoorbeeld, dit is zo'n strip, die haal je eraf. En
Daar staat er nog een leuke tekst. Die kun je natuurlijk altijd nog gebruiken op een creatie. Dus zeker niet weggooien. Ook erg mooi. Even tussen betwijfeld om deze te gebruiken. Maar heb ik voor vandaag niet gedaan. Leuke elementjes die je nog uit kan knippen. Of gewoon als achtergrond. Hier zit wat meer roze in. Ook erg mooi. Zo zie je ook dat je hem eigenlijk met allerlei kleuren zou kunnen combineren. Goeie avond voor degenen die nog binnenkomen. Gezellig. Ook erg leuk met de cijfers. En al had ik nog, ja, ze zijn niet meer levenbaar volgens mij. Maar goed, ik had er nog een aantal liggen. Van die Romeinse cijfers. Volgens mij waren die ook van Prima Marketing, maar weet ik niet meer. Dus ik dacht, nou, dat past op zich eigenlijk ook wel heel mooi bij deze lijn. Ik heb geen idee of ik ze ga gebruiken, maar dat zien we dan wel weer. Ik heb ze in ieder geval nog liggen. En dan hebben we nog een leuk vel bonus sheet met knipelementjes, vlindertjes, een leuke rand. Altijd leuk om weer ergens tussen te stoppen. Nou, ik denk niet dat ik die vandaag ga gebruiken, want ik heb nog meer klaargelegd. Onder andere had ik nog deze. Blaadjes en vlinders. En nog wat bloemen. Of ik die gebruik, weet ik niet. Maar ik denk, nou weet je, ik leg het gewoon klaar. Ik heb een stencil en een stempelset klaargelegd. En wat ik ook heb uit deze collectie zijn bloemen die erbij passen. En die gaan we uiteraard gebruiken. Nou, ik heb al het een en ander voorbereid. Een en ander, niet zo heel veel. Wat heb ik gedaan? Ik wilde een rond canvas gebruiken, maar die had ik niet meer liggen. Dus ik heb even een ronde MDF plaat. Maar goed, ik heb de ronde canvas gelinkt en in principe is dat natuurlijk hetzelfde. Die is net zo groot als deze en denk ik, dat zeg ik wel met mijn grote mond, maar dat gaan we natuurlijk even opmeten. Want deze is, even kijken, 25 centimeter. Maar goed, die ronde canvas zal, die ik heb laten linken, die zal hetzelfde zijn. Ja, hier giet het ook iedere keer ontzettend hard. Het is echt, echt wel vervelend weer. En nou zie ik al gelijk dat ik één lijstje heb vergeten te kleuren. Dus dat ga ik zo nog eventjes snel doen. Ik heb gebruik gemaakt van een Prima mold. Ik heb meerdere molds gelinkt. Want je kan dit natuurlijk met allerlei molds doen die je leuk vindt. Nou, ik heb nu vandaag deze. Uiteraard is die ook gelinkt. Dankjewel Mirjam. Dat is deze, de Barok Frames. En dan de vierkante en de rechthoekige. En ik dacht dat het leuk was om daar dan een soort, ik had deze dan hier in mijn hoofd. Hier blijven, die moet ik dan nog even op kleur brengen. En deze. Zoiets was mijn bedoeling. En dan kunnen we hier eventueel nog een designpapiertje achter plakken. Dat gaan we zo even bekijken. En dan wilde ik die lijstjes nog bewerken met gouden wax. Nou, ik heb die van Finnaberg. Of Prima Marketing. Finnaberg. En ik heb de White Gold. Die kon ik niet meer vinden in de webshop. Maar je hebt ook de gouden wax van... Craft Emotions. Ik heb die zelf niet, maar ik heb daar hele goede verhalen over gehoord. Ik heb echt meerdere mensen horen zeggen dat dat een hele fijne wax ook is. Wat heb ik als eerste gedaan? Ik heb mijn MDF. Want zeker staat MDF erom bekend als het vochtig wordt dat kromtrekt. Dus die heb ik aan beide kanten voorzien van een laagje clear gesso. Hè, dat is eigenlijk gewoon een transparante primer. Lastig Corine. Als jij met molds werkt, daar heb je verschillende materialen voor. Deze die zijn gegoten uit resin.
En die zijn zwaarder. Maar heb jij nou de light clay van Stamperia? Soft clay, sorry. De mixed media. Als je deze zou bestellen, dan komen je mols er echt een stuk lichter uit. En dan kan jij ze zeker wel gebruiken op een kaart, hoor. Dan wordt dan niks te zwaar. Maar ik zou dat niet met resin doen. Dus inderdaad, de peperklee of de softklee van Stamperia. Dat moet echt lukken. Want dat is echt, nou ja, het weegt gewoon echt niks eigenlijk. Het enige nadeel wat je dus hebt met een peperklee of een of de softklee. Op het moment dat je die dus in de mold laat drogen, die zullen ietsje krimpen. Schrik daar niet van. Ja, peperklee is iets breekbaarder. Ik moet zeggen, de softklee gaat heel erg goed. Maar dat gaat echt goed. Het lukt echt. Ik heb het wel vaker gedaan op elkaar. Maar dan inderdaad wel met de Stamperia klei. En niet met... Als jij een grote, dikke kaart hebt, dan kan het wel. Ja, ik heb inderdaad een... dat is wel al een tijd geleden. Heb ik een live gedaan inderdaad over de klei, over de resin. Over dat gietspul van Stamperia. Ik ben heel even de naam kwijt. Keramiekpoeder. En die staat op het YouTube-kanaal van Hobby Vision, Corine. Dus mocht je daar nog naar willen kijken. Ja, dan moet je de softklei hebben van Stamperia. Die is licht en dat kan op een kaartje. Oké, nou, wat heb ik gedaan? Ik heb dus mijn MDF, ik zou hetzelfde met een canvas doen, even voorzien van een laagje transparante gesso. He, dat is eigenlijk gewoon een primer. En die heb je in wit en in zwart en in transparant. En in dit geval heb ik transparant gedaan. En ik ga zo meteen hierop ook even een laagje transparante gesso doen. Want ik wil werken met structuurpasta en een stencil. En dan kan het papier net even wat meer vocht hebben. Zonder dat het gelijk krom trekt of kapot gaat. Dus dat gaan we even doen. Dan pakken we deze kwast. Want mijn kwast die ik had, die heb ik al in het water gezet. Maakt op zich ook niet uit. Kijk, en het is eigenlijk aardig wit. Als je het opbrengt, maar droogt gewoon helemaal transparant, droogt het op. Nou, degene die mijn lijst vaker zien, die hebben dit al vaker bij mij gezien. Maar misschien voor de nieuwe mensen, hè, er zullen altijd mensen zijn die dit wellicht niet kennen. Als je dus met papier en mixed media gaat werken, is het gewoon verstandig om je papier te voorzien van een laag, ja, van een primer. Zeker als je gaat werken met verf en sprays. En pasta's, dat trekt toch vocht aan en dan gaat je papier krom trekken, kapot, rillen, hoe wil je het noemen. En met zo'n primer voorkom je dat dus. Droogt heel snel. Het hoeft ook niet een mega dikke laag te zijn. Je kan beter twee dunne lagen aanbrengen als één dikke. Is mijn ervaring in ieder geval. En die clear gesso is sowieso heel leuk. Heb jij... bijvoorbeeld hele glimmende voorwerpen. Hè? Als jij dus bijvoorbeeld met metallic flakes gaat werken. Van die gilding flakes. Nou, die zijn echt glimmend. Hou je nou wel van dat gouden, maar dan liever mat. Doe dan, als je klaar bent, even een laagje transparante gesso eroverheen. Dan wordt het mat. Om te plakken kun je geen clear gesso gebruiken. Dan moet je wel echt een gel medium hebben. Daar kom ik zo meteen op, want die gaan wij natuurlijk ook nog gebruiken. Maar om je hebt van Liquitex heb je een gel medium. Finnabare heeft gel mediums. En dan zou ik, als je wat Finnabare betreft, pakken, zou ik de 3D Gloss Gel of de Soft Matte Gel pakken. De Heavy Body Gel is vrij dik, dus eigenlijk ook een lijm. En dan heb je natuurlijk de Creo. Daar doet Anita het altijd mee, Anita van Merode. En ik had inderdaad altijd de Heavy Body Gel van Finnaberg. Maar die is vrij prijzig. Hij is heel goed. Hij is wel wat dikker. Maar de Creol is dan zeker gewoon een heel goed alternatief, zeg maar. Hebben jullie ook van de wazige beeld? Of ligt dat aan mijn computer?
glaasje in het water. Leg ik deze even aan de kant, want dan gaan we gelijk even... dit lijstje nog even groen maken. Nou, ik weet dat deze niet meer leverbaar zijn bij Janine. De Impasto Paints. Maar de cadensverf, die heeft vergelijkbare kleuren. Maar goed, ik heb deze. En voor ik nieuwe koop, wil ik toch eerst mijn oude opmaken. Dus vandaar dat ik wel deze ga gebruiken. Maar cadens heeft, heeft gewoon vergelijkbare kleurtjes verf. Impasto Paints is gewoon een acrylverf. Vrij dik. Op zich niet erg. Ik pak gewoon even mijn kwast die ik net ook heb gebruikt. Oh. Nou, normaal gesproken zou ik aanraden om je, zeker als je met een mold werkt, om dat eerst te voorzien van een laagje gesso. Nou, ik vind dat voor in de live nu te lang duren. Dus vandaar dat ik ervoor kies om het zo te doen. Nou, ik verdun mijn verf nu niet, dus hij blijft vrij dik, waardoor die ook, ja, goed dekt, zeg maar. Maar ik zou zeker, ja, het geeft eigenlijk gewoon een net iets mooier resultaat als jij je resin of je paperclay, net wat je gebruikt, als jij dat voorziet van een laagje gesso van tevoren. Zeker klei zuigt gewoon behoorlijk. He, de paperclay is mijn ervaring in ieder geval. Maar goed, ik ben het vergeten om dit lijstje te doen. Dus ik doe het gewoon lekker even zonder gesso. En we gaan daar zo meteen toch nog iets mee doen. Nou. Mijn handen en schoon blijven, ja, dat weten jullie inmiddels wel. Dat is geen optie. Nou, en ik doe dan wat meer een beetje deppende bewegingen maken. Dan alles smeren. Daar even smeren. En dan vind ik het wel prima. Kijk ik gelijk mijn andere even nog na. Of ik daar nog plekjes zie waarvan ik denk, ja, daar moet ik iets mee. Hoeft ook niet perfect, hè. Ik bedoel, het mag best wel wat kleurverschil in zitten. En nogmaals, we gaan hier zo meteen nog iets mee doen. Dus... Maar ik denk, nou, als ik nou een heel groot stuk ben vergeten of zo, dan tippen we daar even aan. Ik heb nooit schone handen. Ik zit er altijd onder wat ik ook doe. En hoe ik het ook doe. Maar goed, ik zit daar niet zo mee. En krijg ik mijn handen echt niet schoon, want ik ga natuurlijk straks met wax aan de gang. Dan ga ik gewoon mijn haren wassen. Ik heb zelfs nog de resten van de resin op mijn glasmat zitten. Maar dat geeft niet. Het ergste halen we even weg. En het mag ook best vies worden, hè. Daar is die glasmat voor, hè. Ideaal. Ik ben fan in ieder geval. Ik kan niet zonder mijn glasmat. Even kijken. Nou ga ik deze even daar neerleggen. Ik heb nog een doekje nodig. Oh, dat is een goede tip, Marian. Gewoon van die alcoholgel bedoel jij. Oh, ik zie wat liggen hier. In mijn laatste live heb ik heel veel vragen gekregen of deze nog terug op voorraad komen en nog leverbaar zijn. Die siliconen vingertjes en de spatel en het matje. Goed nieuws, ze zijn weer op voorraad. Ja, nee, ik handschoenen, dat doe ik eigenlijk alleen als ik eraan denk. Met de resin gieten, maar anders ga ik niet. Ga ik dat niet doen. Nou, voor de zekerheid even met de heatool erover. Ik zeker weet dat die helemaal goed droog is. Ja, nou, ik kreeg zoveel reacties en zoveel vragen hierover de laatste keer. Ook echt na de live nog dat ik berichtjes kreeg van mensen hoe of wat. Dus ik denk, ik zal het toch eventjes melden.
Ik denk dat hij wel genoeg droog is. Ik heb... Ja, waxiel is ook zo leuk. Hè? Ik heb ze nog niet, maar ze staan zeker wel op mijn lijstje. Ik heb een script stencil van de Write Your Story collectie uit de Janine's Mindful Art erbij gepakt. Ik moet alleen even kijken. Ik heb hem geloof ik de laatste keer niet heel goed schoongemaakt. Foei Sabine. Dat is niet zo netjes. Nou ben ik mijn spatel weer kwijt. Echt alles krijgt hier tegenwoordig pootjes geloof ik. Deze vind ik niet zo fijn. Oh, daar kan ik zo slecht tegen. Dan denk ik alles klaargezet te hebben en dan vergeet ik gewoon mijn spatel. En dan weet ik niet waar mijn spatel is. Heel irritant is dat. Even denken. Hoe ga ik dat oplossen? Ja, toch maar die. Oh, wacht. Ik heb nog een andere. Dan pakken we die wel. Maar die moet ik even schoonmaken, want die heb ik gebruikt. Ik heb nog een hoe heet zo'n ding? Siliconen kwast. Ja, sorry, hij ziet er echt niet meer uit. Maar ik heb dat ding echt al zo vaak gebruikt. En dan ga ik even een structuurpasta erbij pakken. Nou ja, ook deze heb ik van Finnaberg. Maar die zijn er natuurlijk ook van Cadence en noem het maar op. Maar goed, voordat ik andere koop, maak ik op wat ik heb. Deze wordt al iets harder. Die heb ik een tijdje niet gebruikt. Nou, we gaan even kijken of dat het werkt. Deze is eigenlijk... Of die spatel is te zacht voor deze pasta. Ik moet het ook eigenlijk wegzetten met een plastic zakje. Maar hij komt. Hij doet het. Nou, ik ga dat niet super netjes doen. Het is ook niet dat mijn hele canvas vol moet zitten. Beslist niet. Oh, er viel wat achter mij. Ik moet eigenlijk nodig opruimen hier. Nou, laten we hier maar wat doen. Ik weet niet of we dit gaan zien. Maar... dat zien we zo vanzelf. Nou, hieronder kunnen we nog wel een beetje doen. Ik lees zo jullie reacties weer rond. Ik zit weer zo in gedachten dat ik mijn eigen nu bedenk dat ik weer niet mee zit te lezen natuurlijk. Nou, laten we het hier in het midden een beetje doen. Waarschijnlijk zien we dit niet, maar dat geeft niet. Ja, dan ga ik opruimen en dan zie ik weer van alles. En dan denk ik, oh ja, dat had ik ook nog. Laat ik daar wat mee doen. En dan ga ik weer knutselen. Ja, dat moet ik eigenlijk niet doen natuurlijk, hè. En jullie gaan zo meteen weer lachen, denk ik. Want jullie raden nooit wat ik nou weer vergeten ben. Het is niet de eerste keer. Ik leer het nooit. Denk ik. Ja, een emmer water.
dan zeg ik, het is niet de eerste keer. Ik leer het nooit. Dus, wat gaan we doen? Deze aan de kant leggen. Kan dat vast mooi een beetje drogen. Spatel in het water. Want ik heb hier nog wel een groot glas staan waar ik dat dan inzet. En de biotex heb ik wel al gekocht. Dus nee, ik raad jullie het niet aan om op deze manier een stencil schoon te maken. Maar ik moet nou even iets, hè. We halen het ergste eraf. Doe het wel een beetje met beleid, want dit is een wat fijner stencil. En het zou zonde zijn als dat hele script aan gort ging, zeg maar. Dus ik haal het ergste eraf en dan gaat hij vanavond in een badje van de lekkere biotex. En dan is hij morgen weer helemaal als nieuw. Zo. Of weet je welke pasta ik trouwens ook heel fijn vind? Maar goed, ja, hij is op. Dus die van Studio Light. Is ook een hele fijne structuurpasta. En het leuke daarvan vind ik persoonlijk, die is niet glad. Daar zit ook een korreltje in en dat geeft echt een leuk effect. En nou ben ik weer mijn theedoek aan het zoeken. Waar is mijn doek? Niemand de deur uit. Ik ben weer lekker chaotisch bezig, hè. Het is echt weer zo'n typische Sabine life, zeg maar. Zo. Oh, hier. Ja, deze laat ik voor wat het is, want anders maak ik hem stuk. Dus die gooi ik gewoon in de biotex en dan kan die lekker drogen. Zo. Nou. Ons canvas. Moet natuurlijk even een beetje drogen, hè. Dus ja, kom ik toch weer even saai met die heat tool. Ja, ik kan echt wel een lekkere chaot zijn. En gek genoeg, hè, het klinkt heel stom misschien. Maar dat chaotische, dat rommelige, dan werk ik gewoon het lekkerst. Ja, achteraf had ik hieronder misschien nog... Anderzijds, genoeg is natuurlijk genoeg, hè? Nou, het voordeel van structuurpasta, zeker met een heat-on, is natuurlijk altijd dat het lekker snel droog is. En ik had eigenlijk nog een scriptstempeltje klaar liggen, maar ik twijfel of dat ik dat doe. Ik ben bang dat het dan weer te druk wordt, zeg maar. Die is al droog, dus dat is mooi. Kijk, ik had deze klaar liggen, maar die vind ik vrij druk. Ja, zo moet die eigenlijk. Ik heb hem op zijn kop erin zitten plakken. Dus ik ga het niet doen. Kan altijd nog. Kunnen altijd nog een stempeltje toevoegen. Ik ga het voor nu zo laten. Ik ga hier nog even de heat tool opzetten, want dan kan ik verder met de wax. Ja, bloementoefie komt er ook nog bij. Ik ken geen bloementoefies, kan niet, hè? Het stencil wat ik gebruikt heb is deze. Ik denk dat jij die ook hebt, Marian. Die is van de Write Your Story collectie. Mask nummer 100. Oh, dat was niet Marian die het vroeg. Sorry, Grietje.
Het is de JMA WIS Mask 100. Wellicht dat Mirjam een linkje zou kunnen delen. Nou had ik dus als plan om wat te doen met die lijstjes voordat we ze op gaan plakken. Ik heb dus de gouden wax. Nou, ik doe dan gewoon een klein beetje op mijn werkblad. Niet te veel. Kan beter bijpakken als dat ik het allemaal weg moet gooien natuurlijk. En wat ga ik dan doen? Ik ga gewoon heel lichtjes over de uitstekende delen, zullen we het zomaar noemen. Om er gewoon net even iets extra's aan te geven, zeg maar. Leek me wel leuk. Goud is dan wel iets wat, wat wel bij deze collectie past. En het is niet dat de bling bling goud, zeg maar. Kan ook, hè. Maar dat is eigenlijk niet waar ik op doelde. Nou, we hebben natuurlijk ook zijkantjes. En het hoeft niet netjes. Het mag natuurlijk netjes, maar is eigenlijk helemaal niet nodig. Kijk gewoon zelf. Wat vind je mooi? Waar wil je accentjes aanbrengen? Heb je zoiets van, oh, die mogen wat extra's. Pak je een beetje wax en dan ga je er gewoon nog een keer overheen. Als je denkt van, nou, ik vind het niet genoeg. En dan heb je eigenlijk op een hele eenvoudige manier heb je alweer een heel ander effect aan jouw lijstje zitten. Nou, die wax heb je natuurlijk in allerlei kleuren. Hè, zilver, goud, roze, bruin, paars volgens mij. Ik vind wax ook leuk. Ik gebruik het ook regelmatig bij bloemen. Als ik bloemen maak. Of als ik gewoon kant-en-klare bloemen gebruik om het er een extra dingetje aan te geven. Dan vind ik, extra kleurtje, sfeertje, afwerking. Ik moet zo wel even wat wax erbij pakken. Ja, de lijstjes heb ik zelf gegoten vanuit een mold, Marian. Ik zal hem dadelijk nog een keer laten zien, maar het is de Grunchy Frames. Maak er nou wel een hele grote smeerbende van, hè? Maar dat mag, hè? Zo. Een beetje extra. En dan deze nog even. Nou, wil je nou nog meer goud toevoegen, kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld over je structuurpasta, het script wat wij in dit geval hier hebben gedaan, om daar ook nog een beetje met wax overheen te gaan. Krijg je ook alweer een heel ander effect van. En dan hou je het een beetje in dezelfde tinten, zeg maar. Dus zeker een optie als je daarvan houdt. En wil je nou echt geen vieze vingers hebben, kan je dit natuurlijk ook doen met een kwastje. Ja, weet je, die wax, je hebt ze dan van Finnabear. Er staan echt nog wel verschillende kleurtjes in de webshop. Maar die gouden volgens mij niet weer. Maar die van Cadence of Craft Emotions is ook echt net zo goed. Echt een aanrader. Daar kun je zoveel leuke dingen mee doen. Nee, wax doe ik nooit verdunnen met water.
Ik weet eerlijk gezegd ook niet of dat daar gaat met deze wax. Want het is niet iets wat ik ooit heb uitgeprobeerd. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar dat heb ik zelf nog nooit gedaan. Deze smeert gewoon heel goed uit. Ja, embossing foil is ook heel leuk. Kijk, wat ik bedoelde. We kunnen wel een heel klein stukje doen. Want ik heb nog wax over. Is als je heel licht over je... over je structuurpasta gaat. Nou ja, je kunt her en der over je papier. En dan krijg je her en der wat vlekjes. Mag ook. Past er allemaal bij. Maar goed, als je het een doet, dan moet je wel het andere ook doen. Anders vind ik het niet mooi. Zie? Geeft alweer een heel ander effect. Heel subtiel. Toch aanwezig. Ja, het zou kunnen hoor, dat er wax is die je kan verdunnen. Ik ken dat zelf niet. Ik haal wel die wax even weg nu. Want anders dan hebben we alles goud zometeen. Dat is nou ook weer niet de bedoeling, hè. En hij zal misschien beslist nog voorbij komen. Ik ga ondertussen eventjes mijn lampjes dan aanzetten. Want ik bedenk me net dat ik dat ben vergeten. Dus dat lijkt me wel handig. Uiteraard ga ik ook een gel medium gebruiken. Maar sommige dingen wil ik gewoon dat die gelijk vastzitten. En met een gel medium moet je gewoon geduld hebben. Plakt als een malle. Maar het duurt iets langer voordat het droog is. Zo. En dan moet ik ook even... een stukje chipboard hebben, want die hebben we zo meteen nodig. En dan had ik zelf bedacht, deze komt hier. Deze komt hier. En ja, zoiets zeg maar. Dan zit ik alleen nog even te dubben. Ik denk dat ik achter dit lijstje, dat ik daar iets wil. Nou heb ik nog... designpapier over. Ik heb geen foto bij de hand, dus ik ga niet met een foto werken. Ik heb hier alleen een ontiegelijke rotzooi gemaakt. Marianne, volgens mij was jij het. Deze mond is het. Staat gelinkt bij de materialen. De achterkant is dit. En ik denk dat dat er wel heel mooi bij past. Dus dat ga ik gewoon doen. Dus ik knip gewoon even een stukje af. Het is wel leuk ook met die script weer dat dat dan terugkomt. En wax kun je verdunnen door iets te patinen. Zou zomaar kunnen. Ik durf het echt niet te zeggen, dames. Ik doe het nooit, dus... Ik vind dit leuk. Dus dit gaan we zo doen. Geen idee. Ik ga gewoon mijn Art Glitter Glue maar gebruiken. Ik weet niet of dat houdt op... Ik was er al bang voor. Ik heb mijn lijm dus open laten staan. Dus ik kwam hier vanmiddag. En toen stond mijn lijm nog gewoon open. Dat ding wel helemaal door zitten prikken. En toen leek hij het ook gewoon weer te doen. Zoiets denk ik. Hm.
Maar is dat toch weer een klontje? Zo. Nou, die laten we heel even drogen. Mijn lijmpistool is nog niet warm. Ik moet wel de fles resin weghalen, want anders gaat het niet goed. Dat plakt wel vast. Even denken, wat ga ik doen? Nou, dan heb je dus, zoals ik al zei, je hebt dus een gel medium. Nou, ik pak even een bakje waar ik het in doe. En die kun je dus gebruiken als lijm. Ideaal spul. Ja, en ik ga nu iets gebruiken wat niet in Nederland te koop is. Dus sorry, maar ik vind het nu even handig. Omdat ik anders overal lijm en bende heb. Een gel medium. Zeker als je hem gebruikt als lijm. Royaal aanbrengen. Wees niet te zuinig. Want het moet gewoon lekker plakken. Daarbij heb je af en toe met resin dat het... Her en der, zoals hier, dat er een ja, kuiltje, hoe wil je het noemen, van het gieten. Dat je het net niet helemaal vlak hebt gegoten of zo. Dan vult dat lekker op. Te veel aan lijm halen we straks wel weer weg. Maar je moet hier niet te zuinig mee zijn. Nou, de Creal plakt echt heel goed. Is niet duur. Ik geloof dat zo'n hele grote tube 6,5 euro kost. Ik zal zo even kijken voor jullie. Duurt iets langer voor het droog is, maar het plakt echt als een tierenlier. Ik ben er heel blij mee. Die plakken we dus daarop. Ja, klopt. Dus inderdaad van Suzanne. Even denken. Kijk, nou, wat zie ik nou? Ik ga hem dus aandrukken. En het voordeel van een gel medium is dus, dat halen we gewoon weg, het overtollige. Want het droogt transparant op. Even afdoen. Dus ik maak me niet zo druk om overal, wel als er nou hele dikke klodders uitkomen natuurlijk, hè, dan wordt het een ander verhaal. Ja, hij is €6,50. Nou, het is echt wel een grote tube ook. Dus je doet er best wel lang mee. Nou, ik gebruik hem redelijk vaak, maar hij is echt nog lang niet leeg. Nou, moeten we even kijken, want... Ja, zoiets. Dus als ik die gelijk hou met daarboven, dat is helemaal top. Nou, het voordeel van zo'n gel medium is natuurlijk dat het dus niet gelijk muurvast zit. Dus we kunnen dadelijk nog een beetje aan het schuiven. Hè, mocht ik nou toch een beetje scheef zitten of denken, ja, dat vind ik nou net niet mooi. Doe maar niet. Nee, wat dat betreft hoop ik wel dat die potjes naar Nederland komen. Want ik heb hem dan vanuit buitenland gedaan. Maar het werkt echt zo ideaal. Die daar ongeveer. Weet je, en het zijn siliconen kwasten. Het voordeel van siliconen. Al droogt het op, je kan het er zo afpulken. Het wordt niet hard. En dat heb je natuurlijk met een gewone kwast heb je daar wel. Even de lijm. Ja, ik zal het eens vragen. Ja, die Creal is echt... ik heb hem gekocht destijds op tip van Anita. Omdat Heavy Body Gel niet leverbaar was. Maar het is echt topspul. Zo.
Hier ga ik wel even langs. Nou goed, het droogt transparant op, hè. Dus ik maak me niet zo. Ik maak me daar niet zo druk om. Want het is niet helemaal vlak. Dus het duurt wel wat langer voordat het echt vast zit. Alhoewel deze al lekker vast begint te zitten. Deze kan nog wel iets schuiven. Maar we zetten zometeen gewoon even de heatel erop. Hoeveel tijd hebben we nog? Een kwartier. Nou, dan gaan we desnoods iets langer door. Maar zo. Hier heb je natuurlijk, ja. Ik weet niet precies wat de raakvlakken worden. Dus ik smeer gewoon over de hele rand wat heen. Zie je toch niks meer van. Dit heeft even tijd nodig. Dus wat gaan we doen? Dan horen jullie het. Ik zet hem. Oh, blijven staan. Want heb ik zo meteen een gat ergens in. Dan er even zo. De rest gaat wel hechten. Denk ik. Maar mijn lijmdinges is op, dus ik moet even een nieuw lijmdingetje pakken. Dat zul je altijd zien, hè? Hij gaat wel vastzitten. Kan ik hier nog onder komen? Ja, daar kan ik. Dan zetten we daar even een dotje. En daar een dotje. Zo. Dus soms werk ik gewoon, zoals jullie zien. Met beide. Oh, ik gooi weer iets op de grond. Dat zal ook eens niet zo zijn. Zo, nou wil ik gewoon dat die vast zit. En hij doet het er maar mee. Hij komt in ieder geval niet meer zomaar los. Nou blijft mijn lijmstol weer niet staan. Goed. Dan hebben we dit. Ik wil natuurlijk sisal. Dus ik ga even een beetje sisal erbij pakken. Ik vergeet weer helemaal mee te lezen. Dus als ik dingen gemist heb, sorry. Maar goed, er zijn echt wel wat dames, zie ik, die jullie lekker helpen. Heel blij mee. Ik doe nou onder mijn lijstje, doe ik een drupje hete lijm. En dan ga ik die sisal lekker zo onder frutten. Dat gaat vanzelf vastzitten. Twijfel je daar nou over, pak even een siliconen spateltje. En dan druk je hem lekker in de lijm. Die sliertjes van je lijmpistool zeker niet mee zitten. Want die kun je straks allemaal zo wegtrekken. Ik pak nog een stukje sisal. Ja, nou ja, kijk, ja, ik snap dat niet iedereen hiervan houdt. Maar ik hoop wel dat jullie er uiteraard weer ideetjes mee
dat ik jullie hier ideetjes mee kan geven. Laat ik het dan zo zeggen. Nou, doen we daar ook. Zo. Ik knip nog niks weg. Ik weet nu al dat ik te veel sisal heb. Maar goed, ik vind dat niet erg voor nu. Want ik knip dat straks gewoon weg. Dan hadden we bloemen. En dan gaan we eens even kijken. Ik vind dit een heel mooi setje. En deze. Of deze. Nou, er zitten blaadjes bij. En nou is het eigenlijk gewoon een kwestie van gaan kijken. Hoe vind ik het mooi? Eigenlijk gewoon opbouwen, hè? Ik hou wel van een beetje symmetrie in mijn werk. Hoef natuurlijk niet allemaal heel precies, maar ja goed, ik hou er nou eenmaal van. Opletten dat ik mezelf nou natuurlijk niet brand aan dat ding wat erachter staat. Hè? Zo. Die stelen scheuren we er gewoon af, want die hebben we helemaal niet nodig. Ik leg het dan wel eerst even een beetje neer. Vind ik het leuk? Is het naar mijn zin? Nou, die moet korter. Die vind ik te lang. Dit ga ik vastplakken sowieso. Dus ik doe lijm aan de achterkant. Daar hadden we deze. Waarom doet mijn lijmpje storbaar? Nou doet het. Dit zijn, het regent hier vuurpijlen. Bloemen, ook van de In The Moment collectie van Prima Marketing. Staan gelinkt. Hier moet ook een stuk af, want ik vind het te lang. Sowieso ben ik een groot fan van alle bloemen van Prima Marketing. Die zijn toch wel koning op het gebied van bloemen, om het maar zo te zeggen, vind ik. Ik gebruik ze echt heel graag. Samen met de bloemen van 49er Market. Die gebruik ik ook heel graag. Vind ik ook, ja. Maak ook gewoon mooie bloemen.
Nou, dat is het voordeel. Als je alles uit één serie koopt, past het ook gewoon allemaal heel mooi bij elkaar. En daar houden wij natuurlijk van. Die ijzerdraadjes, dat vind ik dan weer zonde. Jullie kennen mij. Daar gaan we natuurlijk eventjes wat mee doen. Ik hou ervan om dat lekker op te krullen. Ga je het zien? Geen idee. Dat zien we zo meteen wel. Kun je ook natuurlijk gewoon met losse ijzerdraadjes doen, hè? Ben ik een kunstenaar? Ik word er stil van. Ik hou altijd wel van die sprietjes ertussen. En dan haal je dat ook weer een beetje terug. Want ja, die zitten ook in de bloemen. Auw. Die mag daar verstoppertje gaan spelen. Lijmpie erachter. Hoppatee. En daartussen duwen. Kom. Ik moet alleen nog even een tekst zoeken, want ik wil hier een tekst. Ik vind hem te kaal nu. Ik vind op zich het ontwerp wel leuk, zeg maar. Wat vinden jullie? Maar ik mis nog iets. Sowieso de mixed media balletjes. Die kunnen natuurlijk niet ontbreken. En ik ga voor de medium met de... Nou, die heb je van Cadence, van PowerTex. En die mix je dus gewoon een aantal door je gel medium heen. Dat ga ik jullie ook nog even laten zien. Kijk. Ik heb nu gewoon in datzelfde bakje waar mijn lijm in zit, heb ik dus die balletjes gedaan. Die gaan we lekker mixen. En dat droogt natuurlijk transparant op, hè? Maar goed, ik hou daarvan als dit op mijn creatie zit. Oh, die bolletjes zijn zo leuk om te gebruiken, Anneke. En het hoeft echt niet mega veel, hè? Ik bedoel...
Deze die bewaar ik. Want ik heb nog een mixed media project op de planning staan. Dus. Die kan ik nu mooi even bewaren. Ik ga mijn lijm even dicht doen. Wat heeft hij nog meer nodig? Buitenom een tekst. Wat vinden jullie? Heeft hij nog wat nodig? Heeft hij niks meer nodig? Ja, bloemen, die bolletjes kun je ook op kleur brengen inderdaad. Misschien als alles droog is, hè, dat ik wat glittertjes nog her en der aanbreng. En ik heb natuurlijk... Ja, ik heb die vlindertjes, maar die wou ik maar niet gebruiken. Maar ik heb natuurlijk die blaadjes nog, hè. Die ben ze even aan het openmaken. Kijk, auw. Die zijn scherp. Oh, ik denk al wat voel ik. Maar ik heb zo'n balletje onder mijn nagel zitten. Misschien is het wel helemaal niks hoor. Nee, veel te groot. Dat moet ik niet doen. Dat is zonde. Deze is kleiner. Kan ik deze natuurlijk nog wel kapot knippen. Hè? En iets kleiner maken. Oh, hij zit al vast. Oh, dat is ook wel een leuk idee ja, om daar 2024 in te zetten. Dat is nog niet eens zo'n gek idee. Oh, dat breek je ook niet zomaar door midden. Daar ga ik over nadenken, inderdaad. En wat ik ook nog heb van die resin, die kan ik ook nog op kleur brengen. Of wit laten. Of goud maken. Maar dan wacht ik wel eventjes mee tot mijn balletjes droog zijn. Dus ik ga hem voor nu even zo laten. Want ik ben bang dat ik anders mijn mixed media balletjes sloop. Ja, ik... Oh ja, die ik heb van... dat liet ik jullie natuurlijk net zien, hè. Ik heb die vlinders van Vinnerberg. Daar zitten groenige bij. Ik ga even kijken of dat daar staat. Of dat dat als het tang op een varken slaat. Misschien is het qua kleur wel helemaal niks. Dan moet ik hem op kleur brengen. Is dat iets? Ja, die vlinders heb ik gelinkt als het goed is. Ja, ik maak ze lichter hoor. Met, nou ja, lichter niet, maar daar gaat goud op komen. En bij licht dat ik ze eerst eventjes iets lichter maak met witte gesso. En dan met goud bewerk. En goed, ik ga nog een paar blaadjes toevoegen als mijn mixed media balletjes droog zijn. Ik ga in ieder geval wel even een foto maken van hoe die is tot nu toe.
En dan ga ik dat uiteraard met jullie delen op de groep. Ik denk dat het tijd is. Ik heb echt geen idee hoe ik in mijn tijd zit. Oh, ik heb het nog niet eens zo heel slecht gedaan. Goed, dit was mijn live voor vandaag. Superleuk dat jullie er allemaal weer waren. Ik vond het weer heel gezellig. Ik wil jullie vooral een heel fijn uiteinde toewensen. En alvast alle goeds voor 2024 uiteraard. Doe voorzichtig als je vuurwerk af gaat steken. En have fun. Hele fijne jaarwisseling alvast. En natuurlijk dankjewel voor het kijken. Doei doei. Fijne avond allemaal.